Hoi en goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de 4 uur video met Andrea. En het is nu bijna 5:30. Ja, ik zie er niet uit en dat komt omdat ik in de jacuzzi heb gezeten. Dus zowel haar als make-up, dat is een beetje slecht. Wat ik nu ga doen, ik ga me even lekker opfrissen en even andere kleren aandoen en andere make-up. Make-up laat ik wel zien natuurlijk. En ik heb natuurlijk een pakketje. En die wil ik vandaag met jullie gaan unboxen. Dus ik zou zeggen, tot zometeen. En daar ben ik weer. Helemaal opgetut. Ik heb de make-up natuurlijk, de oude make-up er vanaf gehaald. Even nieuwe erop, want het zag echt niet meer uit. Ik heb natuurlijk in de jacuzzi gezeten. Ja, niet met mijn gezicht natuurlijk. Maar ik heb even de kleren aangetrokken. Ik heb me even helemaal opgetut en helemaal schoongemaakt. Voordat ik het pakketje van het kruidvat ga unboxen, laat ik nog een aantal producten zien die ik heb opgemaakt. Dus dan weten jullie dat. Dus ik zou zeggen, laten we lekker gaan beginnen. En dan zit ik hier op de vaste plek. Ik laat nu een mandje zien met, het zijn niet veel producten, maar dingen die ik heb opgemaakt. En ik begin gewoon gelijk. En dat zijn deze Duitse Nivea Micellar waterdoekjes. Reinigingsdoekjes, sorry. Nivea reinigingsdoekjes die ik heb gekocht in Duitsland. Kijk maar. Het is helemaal op. En ze zijn echt heel goed. En ze ruiken ook heel lekker. Ja, die andere natuurlijk ook. Maar dus deze. Die kan meteen de prullenbak in. Dan van het kruidvat de crème douche. Sensitief voor de gevoelige huid. Mild en verzorgend. Dat is deze. Die kan dadelijk weg. En dan heb ik als laatste, en dat is een make-up product. En dat is deze primer van de Essence Primer Plus Studio. Redness Correcting Plus Pore Minimizing. Laat maar. Met groene klei. Dus deze. Kan ook de prullenbak in. En dat waren dan de producten. Het zijn niet veel producten wat ik heb opgemaakt, want ik ben eigenlijk best wel zuinig. Nou ja, zuinig gewoon. Ik ben niet echt iemand die meteen gewoon beetje bij beetje pakt. En dan heb ik hier een kruidvatpakketje. Het is maar een klein pakketje. Maar dat maakt niet zoveel uit. Even openmaken. Hé, wat jammer nou, er zit nou geen van die plastic dingen in. Even kijken, zoals gewoonlijk de pakbon. Ik heb gewoon 4 producten gekocht. Ja, besteld. Ja, gekocht, besteld is hetzelfde. En ik begin meteen. Oh ja, ik zal meteen even laten zien eigenlijk, want het zit zo in een doos. Er zit een tasje in en er zit nog een product in. Zoiets. Ja. En ik heb van de Super Trash heb ik dit rood tasje gekocht. En die vond ik wel heel fijn. Dus even kijken. Althans, hij leek me heel fijn. Of die fijn is, weet ik niet. Maar ik heb echt een tassentik. Ja. Dus even kijken. Zo ziet hij van de binnenkant eruit. Ja, dat is een beetje zwart. Ja, met wat bloemetjes erin. Qua motief hier een zakje. Het is eigenlijk meer zo'n tasje voor als je ergens heen gaat en je hebt niet zoveel spullen nodig. Dan is zo'n tasje wel heel fijn. Dus dat dan deze. Die leg ik even. Ja, die leg ik even op de. Op de grond. Ja. En dan heb ik als laatste, en dat is dan dit pakje eigenlijk. Een beetje stof allemaal. Spannend hè? Nee, grapje. Deze nagellak. Van de This Is Me. En dit is nummertje 01 Freaky. Yes. Even kijken. Dan heb ik hier. Van de Perfect Shine Lipstick.
nummertje 06. Perfect match. Oeh, ja. Even ruiken natuurlijk. Ja. En die ziet er zo uit. Die ga ik van de week eens proberen, want er komt natuurlijk binnenkort een review van. Zowel met foto's, weet je wel, op een blogversie, als een videoversie. Dus dan weten jullie dat. Dus dat is dan deze. En dan heb ik als laatste van de... Alles wat ik nou laat zien is van Essence, die lippenstift en die nagellak. Ja, duh. Maar de van Essence, de Ultralast Instant Color nummertje 08. Internal Beauty. Ja, ik ben het niet zo goed met uitspreken, maar... Ja. En die ziet er dan zo uit. En daar komt binnenkort dan ook een review van. Zowel ook op de website. Ja, deze video komt ook op de... Maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Zowel ja, als in de fotoversie als in de videoversie. Wanneer weet ik natuurlijk niet. Want ik ben er wel gewoon mee bezig. Althans, de komende tijd... ik heb de meeste blogs wel allemaal gemaakt voor de komende weken. Tot eind juni en dan is de zomerstop. Dus ik ga nu even genieten van het mooie weer. Maar ik ga wel af en toe nog gewoon door met de blogs maken. Maar verder, ja. Verder eigenlijk niks meer. Ja, wanneer het online komt, ja, dan horen jullie dat wel via social media en via een video of zo. Ik weet het niet. Nou, dat waren eigenlijk alle producten die ik nou had. Ik heb natuurlijk nog wat besteld. Ik word je PS, ik word je niet voor gesponsord. Ik heb geen samenwerking. Ik doe dit gewoon uit vrije hobby. Omdat ik het eigenlijk, ja, ik heb het nodig of ik vind het leuk om het te hebben. Ik gebruik het sowieso. Dus ik word je ook niet voor betaald. Ik betaal dit allemaal zelf. Het lijkt heel veel, maar het valt eigenlijk op zich wel mee. En binnenkort komen er ook nog een paar About You pakketjes aan en nog één Bonprix. En dan is het voorlopig even stil qua bestellen. Want ik heb best wel veel besteld, moet ik zeggen. Achter elkaar. Het lijkt heel veel. Maar omdat deze video's nu iedere week online komen. Maar nou goed, laat maar. Jullie zien het vanzelf wel. Ja. Dan wil ik hierbij de video afsluiten. Het was een hele korte video. Maar ja, het is niet anders. Doeg! Nou, ik zei net eigenlijk dat ik de video zou afsluiten. Maar ik kwam toch op het idee om mijn nagels te gaan lakken. Nou, dat wilde ik gaan doen. Ik heb alvast, ja, het is nog niet helemaal goed schoon natuurlijk. Maar ik heb wel alvast een base coat erop gedaan. Ja, die randjes die krijg ik niet helemaal goed weg. Maar goed, dat heb ik gedaan. Die base coat en dit is dan de base coat die ik vandaag heb gebruikt. Ja. En ik wilde graag deze kleur op doen. En het is nummertje 25 Arabian Nights. Dat wilde ik zo gaan doen. Maar ik moet heel eerst even wachten tot ze droog zijn. En dan kan ik ze pas plakken. En als topcoat gebruik ik vandaag deze. Dus ik zou zeggen, tot zo meteen. Daar gaan we dan. Zo. Eerst één laagje natuurlijk. Zo. En dan. Enzovoort. Enzovoort. Alleen die standaard zit een beetje in de weg. Maar ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik dat anders moet gaan filmen. Maar goed. Ja. Dat is alvast één hand. En dan ben ik zo bij jullie terug. Ik laat dit even drogen. Dan ben ik zo bij jullie terug. En dan doen we dan een tweede laagje. Daar ben ik weer. Op naar laagje nummer 2. Zo.
wat beter, hè? Zo. Zo. Ja, ik vind het op zich een hele mooie kleur. Ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Ja, er moet misschien daar nog een laagje op. En ik knoei weer. Oh, Andrea, Andrea. Ja hoor. Op zich kan het geen kwaad. Ik doe nog eventjes de wijsvinger. En even gewoon die middelste vinger. En dan ben ik eigenlijk met deze hand klaar. Dan moet ik even de andere hand ook nog doen. Ik laat die niet zien, maar ik laat ze wel zien als ik ze gelakt heb. Dus ja, dat zo. Zoals jullie kunnen zien heb ik mijn nagels gedaan. Zowel deze, maar dat weten jullie al. En bij deze ook. En ik ga nu de topcoat aanbrengen bij deze. En ook bij deze. Alleen bij deze hand laat ik dat niet zien. Want anders wordt de video een beetje lang. Dus ik zou zeggen, yep. Laten we lekker gaan beginnen. Deze. Zo. En dan wil ik hierbij de video afsluiten.